En wij hebben Stamtafel-app ontwikkeld. En dat is een speciale app waar jij eigen groepstafels kan aanmaken om weer contact te leggen online met elkaar. Helemaal in deze hectische periode met corona, waardoor iedereen dus in quarantaine zit. Om een tafel te maken van je buurt, om weer te kijken van wie heeft de boodschappen nodig. Kan ik boodschappen voor iemand meenemen als ik toch naar de supermarkt ga? Ja, echt om elkaar weer te kunnen helpen in deze moeilijke tijd. En wie zit er achter deze app? Waarom is die ontwikkeld? Ja, de app Stamtafel is echt ontwikkeld door allemaal mensen die wat hebben meegemaakt in de zorg en die echt een verschil willen maken in deze maatschappij. Ik ben zelf dus ziek geweest, heb ik botkanker gehad en dan lag ik ook in quarantaine en in isolatie. Is het soms best wel eenzame tijd als je daar alleen ligt. Dus dat kan ik me helemaal verplaatsen in mensen die op dit moment corona hebben. Wat ik heel erg moeilijk vond toen ik zelf in het ziekenhuis lag, is ik wilde heel graag contact met de mensen die hetzelfde hadden meegemaakt als ik, maar dat kon niet. En juist nu, als je een eigen groep kan aanmaken, dat je het vrijwillig vanuit jezelf doet, kan je veel meer weer contact maken met elkaar en elkaar ook steunen. En wij zijn dus nu heel erg druk bezig om dus ook online spelletjes te gaan doen. Dus volgende week hopen we online te gaan bingo'en met elkaar. Om het coronavirus in te dammen, moeten we gewoon allemaal online gaan en online contact te leggen met elkaar.